beetje naar je toe sprak. Yo, iedereen, maak het schoon. Ik verzoek u vriendelijk om naar buiten te komen en ons op te flikkeren. En je bak is te houden. Ben jij nou een fucking gastheer? Ja. Dat was het mooie. Ja, maar het werkt wel. Wie ben jij hier te gast? Bij de heer Leijten. Ja, Erik, daar komt dadelijk in de toespraak. Sowieso. Ik moet die toespraak nog wel verzinnen. Doe dan. Jij krijgt het nooit, jongen. Natuurlijk doe ik dat. Goed, hè? Willen jullie alsjeblieft opstaan en naar buiten komen? Want dan kan ik gewoon die kant oprichten. Coda Squad, opstaan en naar buiten! Frank, Raymond, kan je staan? Nee, doe het maar stiekem. Geef Raymond achter de stoel! Raymond, kom maar naar buiten! Jij moet naar buiten! Robert, dat is nou hier! Robert! Hou Robert even overeind, die moet even voor Raymond. Raymond blijft nee, hier zitten, Raymond. Dat is wel een slim idee. Ja, Robert, ja, de stoel is voor Raymond. Waarschijnlijk heeft hij iets aan zijn poot. Ja, die heeft iets aan zijn knie. Ik wil voor jou niet helemaal. Die krasp op onze knie gegaan. Aanstelleritis. Nee, niet aanstelleritis. Hij is aangereden door een auto, hij moest lang in de been staan. En hij zat er al zo met een rugje. En toen kwam toen... Hij had een gigantische boel. Hij en de dag duizend allemaal weg en daarheen. En hey, dus ik ben ik wel bij het kijken. Hey, Frank, ja, hij moet beginnen. Oh. Hey, back houden! Hij wil! Ping, 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 ping! Ik ben gewoon aan het wachten, kijk hoe lang het duurt. Wie nu stil is, krijgt een shotje Asta geloofd. Die is op, ze werkt niet. Nee, maar Frans heeft zijn fles geld. Ik had een derde. Nou, speechje. Nou, kom op. Bon biertjes. We staan op zijn kantine. Jongens, even stil. Dicht. Hier, hier. Leuk, Frank. Gewoon begin te praten, die half lijn zijn bek dicht. Ja, hou je mond dan, ik heb Mike wacht op doodje stil. Beginnen, lul! Ja, dat vind ik ook. Bijt je vinger erop, hoor. Boee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 
begin. Doen we het niet voor. Begin. Ha, ho, ho. Stilte. Nou mensen, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik vind het heel erg leuk dat jullie er zijn. Maar ja, ik moet morgen weer vroeg op, dus we gaan er weer vandoor. Doen het niet voor. Zo moet je zondag werken. Ik zeg niet dat ik werk. Boe! Ik zeg alleen dat ik vroeg op moet. Spies nou verder, lamlul. Oh. Nee, dat doen we niet. Nou, ik vind het leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik denk, mijn medepartner die nou hier ik moet bij mij op de stoel komt slaan. Spoedgeval. Ja. Schmidt, laat het wel weten. Flik het op, praten gij. Ik heb jou erbij geroepen. Nou, kom op. Pak je een stoel bij. Ik wou zeggen, wil je door die stoel heen zakken? Ja, optillen gaat niet werken, dus... Ik ga op jou in je nek zitten, hoor. Ga je met Lottie heen? Alles goed. Spoed je wel aan. Ja, iets met zijn auto die rookt. Thuis, blijf staat je auto rookt. Ja, ga jij! Ga jij praten! Nee, ik vind het echt heel erg leuk dat jullie er zijn. En ik zou zeggen, heel veel plezier. Geniet ervan, er is genoeg bier. Als het opgaat, krijgen Frans en ik een biertje van Mariska. Hey. Dus doe je best. En nou ja, wat moet ik nog meer zeggen? Dan heb ik even twee biertjes. Dan lees het kaartje maar voor. Nee, niet dat kaartje. Een kaartje wat erin zit, lul. Dat past wel. Gebruik mij opnieuw. Letterlijk staat dat erop. Ja Frank, het cadeautje. Meer doen voor het klimaat. Hey Frank, het cadeautje. Ik kan het nieuw gebruiken. Mentie. Staat er nog een kaartje bij? Ja. Dat zeg ik al de hele tijd. Hé, wel hardop, hè, Frank? Ik vind het zo vervelend dat je zo'n kleine pik hebt. Oh, dan lees het kaartje me niet meer voor. Je weet wat er op de buitenkant staat. Deze. Denk aan mij als je hem gebruikt, schatje. Dat is waarom zijn, hè?
Ik vind het zo spijtig dat je zo'n kleine pik hebt. Ja, dat past beter. Nou ja. Ik zal jullie even zeggen wat Frans voor een verjaardag heeft gekregen. Technisch gezien is hij nou voor jou. Pik met dat bier open. Dus in principe. Pik in mijn handen. Hij compenseert daar van zijn eigen uit. Dat hij, dat... Wil je even je bek houden, jij? Nee, Wouter, daar kom je niet aan. Ik vond dat mooi met een paar stoel. En nou wil ik de andere gast hier op de stoel roepen. Veel plezier. Kom maar op. Nee, jezelf, jongen. Kom maar op. Jezelf. Ik heb mezelf een vee. Interesseert me gezakt. Ja, Frank. Zuig maar. Ja, het blijkt wel. Frank, ga je nou die vee lekker dan hout uit die bal aansnijden. Ja, echt wel. Maar, weet je wanneer die slap kan staan? Voor hele lelijke vrouwen. Die niet. Voor de mensen die die bal aansnijden. Als die slap kan staan, dan moet ik echt zeker rennen. Ja. Nummer 2. Frans. Frans, jou uit. Dat mijn dochter dadelijk... Moet ik even eerst mijn ding hebben? Wacht even. Nee. Nee, wacht even. Oh, jij gaat je cadeautje halen. Dat is een ding. Ja. Een speech van Frans. Ik kan koken! Hij heeft een video. Let op. 3, 2, 1. 3 jaar terug kreeg de frietpan. 4 jaar de helft van de frikandellen. 2 jaar terug. 3 jaar terug. 2 jaar terug. En nou heb ik een frietvet. Nou kan ik helemaal koken. 2 jaar terug. Frans, 2 jaar kreeg ik de frietpan. Vorig jaar kreeg ik mij de frietpan hier. 2 jaar terug was ik bij Raymond. Ja, maar vorig jaar heb je het zelf met Michelle hier gedaan. Daar heb je frietpan gedaan. Ik denk het wel.